Hi, ik ben Will Besseling, golfer op de DP World Tour. Ik ga je helpen meer birdies te maken, want hoe meer birdies, hoe meer kans je maakt op vette prijzen in de Big Green Egg Birdie Ranking. Check golf.nl/birdieranking voor meer informatie. Daar zijn we weer, een nieuwe drill van Will. Deze keer kwam de vraag van Joris. En de vraag luidt, hoe kan ik het beste oplijnen? Nou Joris, dat ga ik je eens even uitleggen, want het is super belangrijk binnen golf. Oké, we beginnen natuurlijk van waar wil ik naartoe? Fairway is breed over het algemeen, dus ik wil een kleiner punt in de verte. Laat zeggen net rechts van de bunker, maar dat is heel ver weg. Dus ik haal het dichterbij en dan kijk ik eigenlijk hier naar dit prutje. En dat is in de lijn van waar ik naartoe wil. Ga ik achter de bal staan, dit is perfect waar ik naartoe wil. Dan zet ik eigenlijk mijn club naar het prutje toe. Is veel makkelijker dan dat ik moet mikken naar het einddoel. Ik heb het net even op de baan laten zien, maar om het te oefenen kun je het best naar de range gaan. En hier heb ik even ballen gebruikt in plaats van prutjes. Maar zo kun je wel je doelen oefenen. Deze zal naar de 100 gaan, deze naar 150 en naar 100. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat, hè, maar... Neem verschillende targets, waardoor je het oplijnen elke keer weer opnieuw moet doen. Ik zet mijn blad richting het balletje. En daardoor ook richting het doel. Neem een stand in. En sla de bal richting het doel. Joris, dankjewel voor je vraag. Ik hoop dat ik een goed beantwoord heb. En heel veel succes met oefenen. Heb jij net als Joris ook een vraag? Reageer onder de video. En misschien krijg jij ook wel de drill van Will.